Dan gaan we over naar het agenda punt 13 en dat is ontwikkeling van het lokale gastheerschap. Dan zoek je dat natuurlijk even op. Wat is gastheerschap? Dat is het verzorgen van een gast, met hem of haar oprechte aandacht bieden, met als doel de gast zich zo welkom mogelijk te voelen. En dat is een taak van de gemeente? Nee, een stukje natuurlijk wel, maar heel veel ligt bij de organisaties die zich daar enorm voor inzetten. Je hebt ontwikkeling Leisureport, Toeristisch Platform, Centrummanagement, noem maar op. Al die instanties zijn erbij betrokken, ook de ondernemers in de toeristische sector. Daar hebben we samen nu een nieuwe visie gemaakt, die ook echt van onderop komt. Dus vanuit een breed draagvlak is de gedachte ontstaan om het anders te gaan doen. Geen vast VVV-kantoor meer, maar een mobiel informatiepunt. Daarlangs gaat het over opleiden van ambassadeurs en vrijwilligers die onze gemeente moeten gaan profileren als gasten op bezoek komen. Ja, kijk, nu hebben we één centraal VVV-kantoor waar je informatie kunt verzamelen. Maar er is wel al heel goed over nagedacht in dat gastheerschap, in die route daar naartoe, met mobiele stations. Dus we stappen af van één fysieke plek. We gaan eigenlijk naar heel veel fysieke plekken. Ja, branding. Wij vinden het heel belangrijk dat Horst nog meer een merk zou moeten worden. Kijk, gaan mensen naar Noord-Limburg, naar Limburg of naar Horst en de Maas? Of gaan ze naar de Peel of gaan ze naar de Maas? Heel erg lastig. We moeten volgens mij de toeristen verleiden op verschillende niveaus om naar Limburg te komen, naar Noord-Limburg. Om straks ook de parel die wij willen zijn in Limburg, dat toeristen en anderen zeggen en wij willen heel graag naar Horst komen. Hoe gaan we in de toekomst de toerist goed ontvangen hier in Horst en de Maas?